Nadat Pastoor Marco van Basten zou vervangen als hoofdtrainer, liepen contractonderhandelingen tussen hem en AZ stuk. Directeur voetbalzaken Urner Stewart verdenkt Pastoor ervan dat hij vertrouwelijk informatie heeft gelekt over het stoppen van Basten nog voordat de club dat bekend wilde maken. Pastoor vecht die bewering en zijn vertrek juridisch aan. Want ik weet in ieder geval dat Stewart in alle geledingen van de club heeft verteld dat ik dat heb gedaan. Nou, en dat heb ik pertinent niet gedaan. Weet je, ik ben mijn baan kwijt, maar mijn integriteit is voor geen enkele prijs te koop. Dus ik ben niet dement, ik weet precies wat ik doe en wat ik zeg. En ik kan heel weinig dingen, maar ik ben zeer trouw en zeer betrouwbaar en zeer loyaal.